Yo kijkers van Duffy Games! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survival Games. Ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier vandaag met de enige echte Delanovic. Nou ja, zo interessant is het niet, dus hoi. Maar goed, verder. Oké, en wij gaan vandaag lekker die Hunger Games spelen, oftewel Blitz Survival Games. En ja, ik moest net lachen bij de intro, wat Dylan die zet de muziek aan en dat is mijn muziek, mensen. Daar wordt het echt waar. Dat... Ja. Hè? Maar goed, dus natuurlijk met copyright claims gaan we het nu niet aanzetten, Dylan. Alsjeblieft. Oh. Alsjeblieft? Nee. 5 seconden. Nee, doe maar niet. In ieder geval, mensen. Natuurlijk bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergehouden. Of ik moet mijn verhaal doen, man! Dus ik plan het toch niet. In ieder geval, mensen, bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten op de vorige video. Mocht je nou benieuwd zijn of ik op jouw reactie heb gereageerd, zou ik zeggen, check eventjes de vorige video, want dan kom je er namelijk heel erg snel achter. En als je natuurlijk er toch bezig bent en je hebt er weer zin in, klik dan alvast even een like aan voor Dylan. Want daarmee help jij kinderen in Afrika. Oh. Gewoon dat O erachteraan. Oh, 1 AP! Nee, je bent gewoon noob. Wow, ik word gefocust. Ik heb geen wapen. Wow. Holy moly, what the fuck. Ik sta gewoon heel rustig een kist te looten, toch? En je komt een rhinoceros achter me aan, jongen. Jeumig. What the fuck. Ik schrik me helemaal. Wauw. Ik leef nog. Ik krijg de beker wat dat betreft. Dus niet zo erg, maar... Holy moly. Hij zit nog steeds achter je aan. Ik zie het, ja. Kom dan. Oh, hier ben ik hoor. Hey. Joehoe. Doei. Zo, dat krijg je ervan. Hoppakee, hij is down. Hier zitten 3 mensen. Oh. Wow. Wow. Oké, go Duffy. Hij hit mij goed, man. Hit hij hem goed genoeg? Oh, er komt weer iemand aan. Ik word gecleaned. Oh, redden. Ik heb nog een golden apple in mijn inf. Maar ik, ja. Ik heb wel pijlen op me geschoten. En dan... Oh, die kerel daarnet was ook heel close. Ja, die is heel dichtbij. Die heeft ook speed. Echt? Ja. Hopelijk heb ik later een kill gemaakt, waardoor ik langere speed heb. Dan is er namelijk niks aan de hand. Ja, jij bent net iets later. Oh, je kreeg een hit. Oh my god, nee. Oh, ik kreeg weer een hit. Door wat word ik geraakt? Door pijlen? Pijlen, ja. Oh man. Don't chase me, come on. Don't chase me. Trouwens mensen, wat wij ondertussen even gaan doen, is kijken natuurlijk naar de coin skill en winverschil vergeleken met vorige week. Dat zou nu in beeld gaan komen. Geniet ervan, have fun, enjoy. En ja, het is niet zo heel erg speciaal zoals jullie wellicht al zien, maar goed. Ja, ik heb gewoon niet zoveel gespeeld. Er zit iemand beneden. Ik weet het. Om nu de gouden appel. Zo. Die kerel die vloog gewoon dwars door de hekjes heen, nou hè. Ik zweer het je. Holy shit, maar goed, we leven nog. En trouwens mensen, wat ook nu meteen in beeld gekomen is natuurlijk het uploadschema voor deze week. Die eraan gaat komen, eigenlijk volgende week, maar het is eigenlijk al deze week. Maar zoals jullie misschien wel meteen zien, vrijdag geen GTA, dus 1 GTA in de week. En op, even kijken, moet ik het goed zeggen, want ik heb natuurlijk het rooster niet voor me staan op dinsdag. In plaats van om 7 uur 's avonds Hunger Games, dat om 3 uur 's middags is Minecraft Rust. Een nieuwe Minecraft Rust serie geval dingetje. Om 7 uur 's avonds, omdat we dat dan met z'n allen tegelijk uploaden. De mensen die meedoen in de video, die ook daadwerkelijk hebben opgenomen, zullen ook dan gewoon in de beschrijving staan, kan je hun perspectief bekijken. Maar dan wordt in ieder geval s'avonds geüpload. En dan ben ik natuurlijk niet zo'n derp-ass random motherfucker die zo zegt van... Nee, je doet het gewoon lekker om 3 uur 's middags. Dus vandaar dat het s'avonds is. Ik denk dat jullie dat helemaal niet heel erg zullen vinden. En dat is het eigenlijk gewoon voor deze week. Dus have fun mensen. Heb je er zin in, dan kan je natuurlijk lekker gaan kijken. En heb je zoiets van... Nee Duffy, deze week boeit me geen enkele moer. Dan kijk je niet. Zoals Dylan, die kijkt totaal niet. Nee. Dylan, wat vind je van mijn video's? Weet ik niet. Wat vind je voor een video die ik gisteren heb geüpload, Dylan? Dat weet ik niet. Dat heb ik echt niet gezien. Nee. Maar ik vroeg aan je, wil je hem kijken? Nee. Maar ben je wel fan van mij? Nee. Haat je mij? Nee. Dat dan ook weer niet. Oh, zo cute. Maak die fan nou eens dood, joh. Ja, ik zit er toch achteraan, man. Het duurt echt lang met jou, joh. Ja, ik ben toch niet sneller? jongens. Hij... Oh, hier moest ik om door. Ja, dit vind ik echt, dit vind ik altijd zo... Oh, come on! Oh, dit is zo nasty, weet je, ik sla hem zo ver weer naar voren toe, weet je. Het heeft gewoon bijna geen zin om eens achter zo iemand aan... Oh, mis ik ook nog eens mijn eten. Ja, ren nu weer zo een stuk naar voren, ik kon net zo goed gewoon gaan eten. Maar dit is gewoon super irritant aan de honger. Deze persoon die weet je wat het is? Oh, heet hij duidelijk full HP? Je gaat je niet lukken, jij schiet een pijl op me. Nou, wow, ik heb toch full HP? Hier weer een hit en dan kan weer wegrennen. En hij is eindelijk down door de lag. Hehe. De Chase heeft uiteindelijk Geresulteerd in een win voor mij. Van hem dan natuurlijk. De game is nog niet over, daar niet van. Maar hè, dit is in ieder geval eindelijk binnen. Ik ga dat ook spelen met deze... Ja, ga ik dan... Nou... Dylan, wat zou ik doen? Met een Iron Axe of met een Stone Sword? Iron Axe. Mensen, als ik hier tot dood ga, jullie weten door wie het komt. Het komt niet door mij. Heel even de druk op jouw schouders leggen natuurlijk. Dat is goed. En ondertussen... Oh, hier in het huis is iemand. Kijken of er nog een kill kan oprapen. Ja, dat moet lukken. Nee, ik maak een taunt. Kom hier, ik heb mijn taunt. Oh, what the fuck, hij heeft een iron sword. Are you kidding me? Oké, snel, ik moet het iron sword hebben. Ik heb hem. Holy damn. Iron body, man. Echt? Maar ja, had je geen tijd. Ja, maar ik had er echt waar geen tijd voor. Ik werd ook nog weer aangevallen. Maar goed, ik heb wel het iron sword, weet je. Dat is 6 attack damage. Dat is het beste wapen wat ik hier kan krijgen, dus. Weet je voor keer? Diamond leggings? Oh nee, dat is een nep, man. Nee, dat is nep. Oh, ik schrok al gek. Nee, dat is een nep, man. Dat is een neppet. En die heeft ook, weet ook gewoon niet wat hij moet doen. Boom, down. Oh, GG. Okay. 0 hits op mij. Nice. Bam. Down kill. Win. 6 kills. Hoeveel coins gaan we krijgen, mensen? Maar liefst 820. Nice. En mensen, wij zien natuurlijk lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar zijn we weer in de map Despair V1. Kijk natuurlijk of ik hier mijn win voort kan zetten. En Dylan gewoon weer aan het gaat falen. Ja. Nee, het zou ook leuk zijn als wij samen de damage zouden halen. Ja, maar ja, weet je wat het probleem is? Nou, wat is het probleem, Dylan? Ik ga altijd snel dood. Oh shit, ik diep down. Fuck. Jij gaat snel dood. Ja. En wat zijn daar de factoren van? Achtervolgingen. Achtervolgingen, oké. En wat dacht je van vechten? Ja. Nee, dat is lastig. Had ik ook natuurlijk het vorige potje. In één keer dat iemand, weet je wel, wanneer je in een kist aan het open bent, in één keer zit er iemand achter je en bam bam bam. Dat je denkt van holy moly. Dat is natuurlijk gewoon erg irritant, maar... Ja, het mag, hè? Ja. Het mag. Het is niet verboden. En laten we eerlijk zijn. We moeten allebei eerlijk in zijn. Wanneer jij een goed wapentje hebt, doe je dat ook bij iemand. En ja, wanneer... Kijk, als ik aan het begin een Iron Sword en iets van Stone Sword en iets leuks erbij pak, armor, ga ik ook gewoon rachen. Maar ja, weet je. Daarom. Ik bedoel, dat doen we allemaal. En ik doe het zelf ook, hoe irritant ik het ook vind dat het bij mij gebeurt. Maar ja, het gebeurt bij mij ook. Iemand gaat hier weg met 4 HP. Dat gaat niet, jongen. Hoppakee, dankjewel. Free kill. Ik ga het natuurlijk niet voorbij laten gaan, iemand met 4 HP. Ik bedoel, ja. Wat ga jij nou weer doen dan? Met je kippenskin. Ik heb altijd zo'n gevoel, mensen, sorry voor de mensen die een kippenskin aan hebben. Maar dat meen ik serieus. Ik heb altijd het gevoel als ik tegen iemand moet vechten met een kippenskin, dat het een hacker is. Omdat zo vaak van die mensen die hacks hebben zo'n kippenskin aan. Dat meen ik serieus. Ik zeg van, ik vertrouw die mensen haast nooit. En er zullen onwaarschijnlijk echt duizenden mensen met een kippenskin zijn die gewoon 100% legit zijn. Maar ja, ik weet niet. Ik heb toch altijd zo'n voorgevoel erbij. Ken je dat, Dylan? Ja, man. Gewoon bij een bepaald soort skin. Dat je denkt van... Ah, dat 9 van 10 gewoon legit is. Daar niet van. Alleen zijn gewoon die mensen die ik dan onthoud. Weet je wel, die het ooit een keer hebben gehackt. Wat dan ook met zo'n gekke skin. Vooral op de Cubecraft server zie je dat heel veel van dat soort hackertjes. Maar... Je doet het er niet zoveel aan. Want hackers blieven altijd bestammen, jong. No! Oké, het ging goed. Ik flikkerde van de trap af. Hé, je hebt een kill. Oh, Helbref heeft gewoon een Diamond Axe, gek. Ja, dan heeft hij ook Diamond Boots of niet? Ja, man. Dan heeft hij Horse X. Ik had hem net bijna dood, maar hij had best wel weer geheeld meer. Fucking hell. Waar ging je dood dan? Ja, in zo'n stadje met... Nou, niet in de spawn, want daar ben ik nu namelijk. Nee, niet in de spawn. Ver weg van de spawn eigenlijk. Diamond of Horse Kid. En hij heeft ook een horse met een Diamond Gear aan. What the fuck? Oh joh, deze vent is... Oeh. Zo, deze vent heeft... Hij zo snel, joh. Wat zeg je? Deze kerel heeft gewoon super goed gespeeld. Het is echt goed uitgespeeld, goed gesprongen, crits weer te doen. Alleen... Ah, man. Nee, dit is een goede persoon. Maar aan de andere kant, weet je, ik zeg heel eerlijk. Jij zegt die Helbred, weet je wel. Die heeft al... Ja, die is horse hier. Kijk hem, joh. Ik weet niet of ik van hem had kunnen winnen, hoor. Kijk dan, joh. Ik vind die kid ontiegelijk lastig. Oh, die healbottle. Nog net op tijd. Oké, die fight. Oh! Hij pakt hem gewoon. LOL. Hij heeft wel goed gespeeld. Joh. Ja, maar deze kerel echt. Dit is voor mij gewoon een hele goede speler. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat dit echt zo'n OP iemand is die echt gewoon heel veel no life. Ik heb werkelijk geen idee. Mensen, wij zijn natuurlijk lekker weer in het volgende potje. Goed mensen, daar zijn we weer in de map Aliens Tower. Kijken natuurlijk of we dan misschien hier een win kunnen binnenstepen. Misschien dan Dylan de interesseert. Oké. Misschien Dylan ook wel. Dylan, we doen het zo. Ik ga eerst worden met de kills, dan mag jij de game winnen. Nee. Oké, fuck jou dan. Ik hoop dat je weer wat gerekt naar het vorige potje, man. Dan moet je zeggen, jij ook, want dat klopt. Jij ook. We zijn beide gerekt, gewoon hard gewoon. Ja. Ja, ooit op een dag zullen Dylan en ik ook zo goed worden. Ik ben al zo goed. Ik heb het alleen nog nooit laten zien. Wow, Illuminati confirmed! Hey, ik heb het... Oh my god, ik was ik heb een stone sword. Ik word meteen weer gefocust. Gewoon, ik mis er weer 2,5 hartje. Weet je, ik ren gewoon even lekker weg. HP regenen. En dan ga ik wel kijken wie er met me wil vechten. Maar het is niet eerlijk, mensen. Iedereen mag gewoon kisten openen. Maar ik word weer geslagen. Nou, kom dan. Kom dan. He, ja, ik heb betere gear dan jou. Jij kan wel hetzelfde wapentje hebben. Maar als ik betere gear heb, dan... He, ja, nou wegrennen. Hebben we niet lopen. Wanneer het toch niet lukt, dan ren je weg. Met 1 HP. Mensen, jullie horen het goed. Met 1 HP. Meen je toch niet, jongens? Dit meen je toch niet? 1 HP. Wij, daar gaat het water in springen. Dit is een waterjumper, mensen. Let op. Let op mijn woorden, mensen. Maar je denkt toch niet dat ik je laat ontsnappen? Kom nou. Valt mij aan? Dat mag. Weet je, ik bedoel, ik heb er geen enkel probleem mee. Maar verwacht niet dat ik je op dat moment nog laat gaan. Leuk dat jij fucking een hoge kit hebt, Mortal 8 of Mortal 99. Maar die kit heb ik nou voor jou, dankjewel. Dankjewel voor je Iron Sword, wat hebben we eigenlijk? Oh, Spelo Kit X, jongen. Jumar. Ornade. We hebben gewoon Spelo X, ouwe. Of we, ik moet ja, ik zeggen. Gewoon met een Iron Sword gewoon, jongen. Oh, ik kan nog een Iron Sword maken ook, gek. Ik kan er gewoon 2 maken. Wil je er ook één? Wacht even hoor, ik zit achter Keeklaver aan met 5 HP. Nee, laat hem in leven. Nee? Hij is een lekker cakeje. Snap je hem? Oh nee, wacht, hij houdt van cake. Hij is geen cake. Oh, ik heb hem hier. Zal ik hem killen? Hij rent gewoon bij mij door een boom heen, maat. Door een boom! Godsamme. Oké, ik heb een level. Kom op, Iron Sword. Kom op, alsjeblieft. Sharpness erop, alsjeblieft. Knockback. Are you kidding me? Ik bedoel, geef me dan gewoon helemaal niks, weet je. Maar knockback? Dat is... Oh shit. Hackertje. Pas op. Jij is een hacker? Yes. Ga ik hem opzoeken. Maar ouwe, ik heb gewoon knockback op mijn wapen gekregen. Nu heb ik niet genoeg voor een level. Oh, dat is wel fucked up. Dan ga je mensen wegslaan. Ja, ik heb... Oh, hier hebben we hem. Ik heb wel een wapentje met inbreking erop, zeg maar. Lol, die arrow, die kreeg ik op me, zeg maar, die hit me niet. Hoe kan hij achteruit rennen en schieten tegelijk? We got a hacker, wat Dylan al zei, want dit is gewoon niet legit. Hij is namelijk achteruit aan het rennen en hij is aan het hitten. En dat kan namelijk niet. Yep, we got a hacker over here. Zo, meneer. Jij hebt wel skills. Wauw. Oh, damn it. Ja, ik ben down. Niet door hem trouwens, niet door de hacker. Maar... Deze keer wat jij inderdaad zei, het was inderdaad, laat ik zo zeggen mensen, op mijn scherm was er daadwerkelijk een hacker. Jammer weet je, jammer dat die mensen er gewoon nog steeds in de game zijn, maar daar doe je helaas helemaal niks aan. Mensen, wij bedanken jullie voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet alsjeblieft nog maar een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet op abonneren te klikken. Als je nieuw bent, laat natuurlijk ook lekker wat in de reacties achter. En ja, wij hopen jullie, of laat ik zeggen, ik hoop jullie natuurlijk morgen weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen. Doei!